Goedemorgen. Kijk wie mij weer gezelschap hield bij het douchen. Goedemorgen, Ramon. Goedemorgen, Furby. Goedemorgen, Bowie. Oké, ik ga 2 dingen maken voordat de les begint straks. Dat is 1 vegan cookie dough en 2 vegan lasagne uit de box. Want dan hoef ik dat vanavond niet te doen. En ja, lekker. Het recept voor de vegan cookie dough heb ik van een trouwe kijker via Instagram DM. En zij was er heel enthousiast over. Het is echt een knettermakkelijk recept. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now trip, trip, trip. Okay. Eerst even proeven. En dan moet het in principe nog even opstijven in de koelkast. Maar de structuur is al best wel goed. Grove pure hagelslag er doorheen. Nee, wacht. Dat ga ik eerst. Eerst ga ik het in een ander ding doen. Ja. Ik heb dus ooit al een keer cookie dough gemaakt van kikkererwten. 6 jaar terug of zo. Dit is echt veel lekkerder. Nu het leuke gedeelte. Ik ben dus wel benieuwd of, stel ik maak hier balletjes van en ik doe ze in de vriezer, of je dat dan bijvoorbeeld heel lekker door je, gewoon je ijs kan roeren. Dat je zelf een soort van cookie dough ijs kan maken van vanille-ijs en dit. Vegan vanille-ijs dan, voor de liefhebber. So satisfying dat als je iets in je voorraadpot doet, dat het gewoon precies past. Yes. Nou, ik heb echt ontzettend geen zin meer om nu nog een uur lasagne te gaan koken. Dus ik ga denk ik een wrap maken met die tempeh van gisteren. En dan ga ik mijn stem opwarm oefeningen doen en me voorbereiden op de les. Ja. Hey, boter. Lana lee, lana la, lana lo. Kapotte poppenkoppen, kapotte poppenkoppen, kapotte poppenkoppen, kapotte poppenkoppen. Universiteitsbibliotheek. Temperatuurverschillen. Voorzorgsmaatregelen. Tippen tappen, tippen tappen, tippen tip tap top. Kakelende kippen, kakelende kippen, kakelende kippen, kakelende kippen. Pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken, pannenkoeken bakken. Heel gezellig. Die poot. Nou, ik heb net deze pauze gemaakt. Deze lasagne gemaakt in de pauze tussen de lessen door. Net dus filmgeschiedenis hierna stemles. Maar ik heb nog exact 6 minuten om het op te eten straks. Maar dat kan niet met lasagne. Want je hebt sowieso al 6 minuten nodig om ervoor te zorgen dat het iets minder heet als je dijen op een zomerdag zijn. Ja, dat was niet zo goed, hè? Nee. Nog 4 minuten. Ik ben aan mijn 2e bord pasta begonnen in de pauze. Pasta. Ja, pasta. Lasagne is pasta, toch? Goed, lasagne. Het is echt heel, heel... Wacht, goede L uitspreek maar even. Heel lekker. Lekker. Ik ben geneigd om lekker te zeggen. Noord-Hollands. Heel lekker. Zeg maar, even overdreven. Dus ik moet goed op mijn L letten. En die moet ik voor in de tong uitspreken. Lekker. Dus jullie mogen me er ook vooral op corrigeren als je me in Noord-Hollands hoort praten. Dat je zegt, Marije... Even weer scherper op, oké? Help me, maar alsjeblieft.
ben even een rondje wandelen, want dat heb ik gisteren gewoon helemaal niet gedaan. En ik wil in ieder geval wel iedere dag even uit het huis om de beentjes te strikken. Het is vet koud. Ik heb ook 2 winterjassen aan over elkaar. Overdreven? Oké, nog 1 lepeltje dan. Bedankt voor het kijken. Tot morgen!